Welkom bij een nieuw werkstukje van mijn kant. En dit keer een werkstukje die ik met twee mensen doe, want... Ik ben er ook. Daar is die. Het is een werkstukje over Yui. Het doet me een beetje denken aan de middelbare school ook. Dan had ook iemand vaak een werkstukje gedaan en dan ging ik erbij zitten. Ging je erbij zitten? Ja, en dan kregen we hopelijk samen een goed schrijven. Ik deed vaak de vormgeving. Dat snap ik. Ja. Over de cavia? Over van alles, joh. Over van alles, ja, inderdaad. Een werkstuk over de poes, inderdaad. De poes heeft vier voeten, poten en staart. Dat was de basisschool. Mijn middelbare school was net iets hoger. Net even een niveautje hoger. Level lag hoger, inderdaad. Nee, we weten allemaal dat jij een groot voorliefde hebt voor platform games. Ja. En toen dacht ik van, vind ik eigenlijk wel interessant. Want vandaag de dag is dat best wel treurig voor jou als platform liefhebber. Dat er komt nog wel wat uit. Ja, maar het is niet meer zoals in de glory days. Nee. Ooit, en dat was 1998, dat is nog niet eens zo heel ver weg. Dat is 22 jaar is wel behoorlijk ver weg. Maar goed, 15% van alle games die uitkwamen, de market share was platform games. En dat was daarvoor zelfs nog groter. 15? 15. Ja. En vandaag de dag, in 2002 was het al 2%. En vandaag de dag ga je onder de procent. Ja. Als je kijkt naar de grote partijen. Hè, we eindigen straks ook een beetje met de revival door de indies, die dat denk ik deels ongedwongen omdat ze het tof vinden, maar deels ook gedwongen omdat het gewoon wat minder complex is als 3D werelden maken, nog steeds wel hele vette platform games uitbrengen. Maar ooit, en dat weet ik nog, schreven we al bij Power Limited, stond het blad vol met platform games. Ja, alles was een platform game bijna. Het was bijna allemaal een platform game. Zelfs als het niet een platform game was, dan was het nog een soort, zeker toen 2D was, was het ergens een platform game. Nou ja, dat is het grappige, want we hebben het over platform games, maar het heette helemaal niet in het begin platform games. Het heette gewoon games. Het heeft meer dan 8-9 verschillende namen gehad, totdat het volgens mij richting de jaren, eind jaren 80 uiteindelijk een platformer werd genoemd. Er is dan één blad geweest, die heeft dan de standaard gezet. En hoe heet het daarvoor? Nou, dat gaan we dus nu hebben. Ik ga er een beetje chronologisch doorheen. Dacht ik van, ik vind het leuk om uit te vinden, hoe is de platformer nou ontstaan? En in principe zegt men, wat ik kan vinden, dat de allereerste platform game Space Panic is geweest in 1980. We hebben wat beeld van Space Panic. Mensen zitten een beetje te twijfelen van, is dit nou platform of niet? Kijk, in die tijd, dit is echt het prille begin van games. In ieder geval voor mijn tijd, ja. Er was maar één scherm, dus je kon ook niet sidescrolling, weet je. Dan gaan we alweer verder in de tijd. Sidescrolling, dan ga je naar 3D toe, et cetera, et cetera. Dit was eigenlijk... Een beetje Donkey Kong. Een beetje Donkey Kong. Het is inderdaad ook een arcade game gemaakt door Universal, wat dan volgens mij wel een grote partij is. En één scherm inderdaad. En je moest gewoon... Het voelt ook wel Pac-Man-ish aan. Vind jij Pac-Man dan een platform? Nee. Ja, ik denk meteen aan springen op de een of andere manier. Dat gebeurt. Hier is hier op een ladder lopen. Ja. Het is heel erg Donkey Kong. Het is heel erg goed dat je dat zegt, die ladder. Want in die tijd, toen die games een beetje begonnen uit te komen, noemden ze het ook een ladder game. Ja, makes sense. Nee, het was waarschijnlijk ook de enige manier om van beneden naar boven te komen. Ja. Voor een developer was, dan moeten we iets met ladders doen. Hij kan wel vallen. Ja. Oh, die ene die gaat er ook helemaal slecht. Ja, de monstertjes hebben wel iets Pac-Maniaans ook, hè? Heb jij nou... Wat is het doel? Moet je omhoog? Dood. Of moet je alle monstertjes in een gat laten Het is vallen? Niet dat ik het heb gespeeld in die tijd zelf. En waarom is er Space Panic? Ik denk dat dit zijn space. En kijk, Panic. Hij is nu... Hij wordt helemaal wit van de Panic. Maar kijk, platform games. Waarom vind jij een platform game leuk? Is dat de onderliggende gameplay mechanics? Oftewel springen over obstakels en naar het volgende platformpje komen? Of, want jij houdt heel erg van de PlayStation. Daar hebben we het al. Richting de Ratchet & Clank en dat soort dingen allemaal. Hoe heet het nou? Crash Bandicoot. Dan heb je het ook meer over omgeving en werelden. Wat trek jij nou dan zo aan in de platform? Een combinatie van dingen, denk ik. Enerzijds heeft het voor mij automatisch, en daarom wacht ze ook zoveel. Het heeft iets cartoonies. Ik hou van cartoons. Het doet me denken aan mijn jeugd. Het is vrolijk, het is fijn. Het is een mooie wereld om in te zijn. En tegelijkertijd, zeker als je zeker Crash Bandicoot, maar Spyro en dat soort games allemaal wel, tot op zekere hoogte. Het is heel makkelijk. Het is heel toegankelijk. Het is heel chill om door die wereld te lopen. Er is geen stress. Maar als jij werkelijk waar alles in die wereld wil verzamelen, zeker bij Crash Bandicoot,
Brotherhood, als je alle dozen wil hebben, dan wordt het opeens best wel een uitdagende game. Dus het heeft het relaxen van gewoon alles op zijn tijd doen, een beetje de wereld verkennen en uiteindelijk ook de uitdaging van alles willen verzamelen. Het is wel heel erg oldschool actie-reactie. Ja. De juiste manier op het juiste knopje drukken. Dus er zit ook wel iets... iets competitie. Dat vind ik dus het moeilijk. Ik word heel het is heel raar. Want als ik voetbal speel of shooters, dan ben je ook constant bezig met bewegen en de juiste manier en de knopjes drukken. Dat vind ik heel chill. Waarschijnlijk omdat ik het heel veel speel. In mijn platforms raak ik altijd constant in paniek. Ik krijg allerlei stress. Ben er weer vanaf. Ja. Dat heb jij dus niet. Dat is gek, want het is eigenlijk... Ik vind juist, als je in voetbalgames... dan is het tegen iemand anders, dan heb je juist de stress van... Terwijl alles is op zijn tijd, alles is chill. Nee, ik heb dat helemaal niet. Dus waarschijnlijk heb jij gewoon, zoals ik de wens heb bij die games... om het te overwinnen, om de obstakels te overwinnen. Heb jij dat dan ook van zo'n platform, zo'n wereld... of het nou 3D is of 2D? Is dit dan ook deze hele ruwe vorm? Want laten we even doorgaan naar... misschien dat je dat weet. Dan ga ik gewoon een klein quizvraagje doen. Wat was nou eigenlijk voor de platform Die Hards de allereerste echte platformgame. Dus eigenlijk voor hun het begin van het platformgenre. Jeetje. 1981 was dit. Was je nog geboren? Toen was ik nog 10 jaar niet geboren. Toen 10 jaar niet geboren. Nee. Het is Donkey Kong. Toch? Ja, het is een beetje Mario. Nou, kijk, ik bedoel, bijna hetzelfde. Ja, het zijn weer ladders. Weer ladders, inderdaad. 1981, juli. De eerste game die de speler in staat stelde om over obstakels heen te springen. Ja. Dus dan krijg je al een beetje de jumpen over gaps heen, dus over spaces. En mensen zien dit, ongetwijfeld zal er altijd wel een of andere gast zijn. Ja, nee, dat was er wel, een half jaar geleden was er al iets eerder. Mm-hmm. Space Panic bijvoorbeeld. Maar dit wordt gezien van, dit was het begin van... Ja, maar de platformer. En ik raak hier in paniek van. Ja, er kan iets eerder zijn geweest, maar dit is natuurlijk razend populair geweest ook. Ja. Dus dit mag die titel denk ik wel dragen. Ik heb hier ook iets meer paniek van. Je hebt letterlijk deze levels in... ik kan me nog in Crash Bandicoot herinneren dat je ook over van die tonnen moet springen. En in Jack and Dexter zat het ook zelfs, een stukje. Ja. Maar dit heeft wel een ander soort stressvermogen inderdaad. Omdat je kan niet stilstaan. Mm-hmm. En dat kan in modernere platforms wel. Je kan gewoon, als je ergens op een chill moment bent, dan kan je gewoon je rust pakken en even van de wereld genieten. Dat zit er hier niet in. Nee, dat bedoel ik. Misschien is dat het ook wel van... We hebben natuurlijk lang boven Blast gezeten. En iedereen is er helemaal gek van al die games. Galaga, weet ik wel. En ik krijg er altijd stress van. Want het gaat maar door, weet je wel. Het is niet zo van, even een rustpunt. Je moet doorgaan totdat de game klaar is. En het wordt, ze gooien steeds meer druistige shit naar je toe. Blast had nog het voordeel dat je natuurlijk... Je hoeft er niet iedere keer weer een match opnieuw erin te gooien. Ja. Maar daar is dit natuurlijk heel erg op geëikt. Je moet de hele tijd doorgaan, want anders blijf je er geen muntje maar in dit, gooien. Dus het hele avonturieren en exploren en chillen van de hedendaagse game... Die is hier niet. Dit is barebone gaming. Ja. Ja, dan moeten we natuurlijk over de eerste benaming hebben. Ik had het net over ladder game. Nou, eigenlijk is er... Dat is niet de eerste benaming. Want de eerste benaming werd gegeven door iemand die iedereen natuurlijk wel kent. Als gamer. Shigeru Miyamoto, de grote man achter Mario. Die was er toen ook al in 1981. En hij noemde Donkey Kong een running/jumping/climbing game. Nou, dat is niet echt een hele goede term. Maar het zegt niet wel pakkend, wat het is. Maar het zegt wel precies wat het is. Want en platform game is eigenlijk veel algemeen. Elke game heeft wel een platform waar je een keer opklimt. Of springt. Ja. Nee, ja... Dit, jumping game vind ik eigenlijk beter. Als je kijkt naar Pong en je kijkt naar dit soort games, dan heb je eigenlijk alle aspecten van moderne games heb je gewoon samen. Weet je? Het is schieten en het is springen en naar een platform gaan. Hij noemde het ook een athletic game. Athletic. Omdat je constant bewegen moet. Een soort atletisch sporter ben je. Ja. Maar dan als een dikke loodgieter met een snor. Maar... Dikke loodgieter met een snor, inderdaad. Dus dat maakte het gek. Maar hij was al involved bij Donkey Kong. Nou ja, Donkey Kong heeft heel veel... Ja, hij was daarin involved in. Okay. Aan de zijlijn in ieder geval. De videogame media in dat tijdperk... die noemde dit soort games Donkey Kong games... of Kong-style games. Ja, tuurlijk. Dus zo belangrijk is het. Climbing games werd het ook nog genoemd. Maar ja, goed. Het was wel inderdaad van de onderkant naar de bovenkant. En als je aan de bovenkant kwam... dan ging je naar het volgende scherm. Ja, het is een beetje Snakes and Ladders. Snakes and Ladders, inderdaad, ja. Toen hadden we een andere game die
wel belangrijk is binnen dit genre, volgens veel platformfans. En dat was ook een game in 1981 en die heette Frogger. Heb je daar wel eens van gehoord? Jazeker. Frogger, ja, inderdaad. Dat is dat je de weg over moet, toch? Volgens mij moet hier ook iets met ladders komen. Want, ladders? Ja, want hier... Ja, kijk, je moet de weg over. Oh, je moet de weg over, ja. Nou ja, goed. Het is een game voor de Apple II. Dus ja, inderdaad op de computer. En een reviewer die noemde het... I'm going to call this a ladder game. As in the ladder genre. Maar dit is amazing. Want dit heeft dus al... Dit is het beginstapje van wat ik net zei. Kijk, je moet eerst even... Heb je een gevaarlijk stukje dat je de weg over moet? Ah ja, je moet de weg over. Maar dan heb je een tussenstrook. En daar kan je dus even genieten. Oh, fucking even chillen. Hell. Ik snap hem. Het is gewoon een kikker die de weg oversteekt. Ja. Oh my god. Ja. Jesus Christ. Inderdaad. Nee, ik zit helemaal verkeerd. Hier zitten er geen ladders. Ik zit even niet goed op mijn ding. Frogger is een hele grote game. Ook bepalend voor dat genre Donkey Kong en Frogger. Mm-hmm. En die andere game, waar dus die ladders in komen, daar gaan we het nu over hebben. Want dat is inderdaad de game Beer Run. Beer Run. Beer Run. En ik denk beer of bier? Nou ja, dat moeten we straks aan de beelden zien. Want ja, de games zijn voor mij vaak ook nog heel erg lastig. Hier is Beer Run. Ik denk dat het bier is. Denk jij denkt niet dat het bier is? Het voelt... Beers. Kijk, ladders. Daar zijn ze weer. Dit is gewoon een guy die op zoek is naar een biertje. Oh, hij vangt een biertje inderdaad. Niet waar, ja, amazing. Ja. En toen zei dus de reviewer in kwestie, die zei... Ik ga gewoon een ladder game. In al die games zitten ladders. Oh, hij heeft een lift ook. Ja, 50 bonus beers. Amazing. Deze kende ik zelf dan ook weer niet. Dit zegt jou verder ook niet. Maar dit voelt als een soort gesponsord ding bijna. Alsof er een biermerk was die dacht, ik wil ook een game. Ja. Wie weet. Oh, er zijn wel andere lopende... Wel zie je wel de basiselementen die in de latere platformgames is inderdaad dus die platform waar je naartoe moet en de vijanden die het jou proberen onmogelijk te maken en die moet je dan weer uitschakelen. Wat wel cool is, hoe simpel het ook was natuurlijk bij Donkey Kong, ondanks dat het niet per se heel veel sens maakt, maar er was een aap die heeft een prinses gekidnapt en jij gaat er achteraan. Ja. Terwijl wat hier gebeurt, ik heb geen idee. Nee. Ik zie nu ook twee mannen zitten. Er is één man, misschien is het ook wel co-op. Nee. Oh, dan gaan we weer naar beneden. Gaat hij weer naar beneden? Het lijkt me een hele simpele game. Nou, tot je het speelt. Ja, wat mensen ook op een gegeven moment... die naam, die... Ja, ladder games, climbing running games, athletic games. Het voelde gewoon nooit lekker. Mm-hmm. Op een gegeven moment begonnen mensen het. En dan hebben het echt al... De late jaren 80 gaan we een beetje zo naartoe. Noemden ze het character action games. Omdat de platform games kregen steeds meer een belangrijk een character. School. Inderdaad. Eentje, een voorbeeld die ik daarbij naar voren wilde halen. En omdat jij ook, denk ik, fan daarvan bent. Is Sonic the Hedgehog. Ja, amazing. Sega, inderdaad. Ook dit is platform. En ik had het er van tevoren ook al een beetje met jou voor. Kijk, platform, ik zat ook een beetje in die wereld te zoeken. Er zijn zoveel soorten platform games inmiddels. Omdat, ja... Maar dit was, ik bedoel, in die tijd had je natuurlijk heel veel mascottes inderdaad. Ja. Dat was toen heel erg een ding. En zowel Sonic als Crash Bandicoot ook heel erg, waren volgens mij gewoon een tegengeluid op Nintendo. Ja. Ik kan me herinneren dat er spotjes waren waarin gewoon de draak werd gestoken met Mario door Crash Bandicoot, die voor een Nintendo gebouw stond. Mm-hmm. En met Sonic was dat volgens mij niet. Sonic was een beetje het coole tegengeluid voor Mario. Ja, nee, nou, Sonic was ook mega populair. Het is gewoon, dat karakter is gewoon vreselijk verneukt door Sega op een gegeven moment. Door op een gegeven moment hele slechte games te gaan maken. Nou ja, het is gewoon heel lastig om dit naar 3D. Het gaat allemaal om snelheid en het moet maar door. En ze hebben gewoon nooit echt goed bedacht hoe ze dat naar 3D konden overzetten. Nee. Met een paar uitzonderingen daar gelaten. Oh, ik word hier nerveus van. Sonic Heroes vond ik bijvoorbeeld best wel cool nog. Ja. Maar dit was... Heb je dit gespeeld? Jazeker. Ja. Ja, maar dit was wel... Dit is side-scrolling. Dit speelde ik bij vriendjes dan. Ja, precies. Dus niet zelf. Dit appelleert alweer wat meer naar mij. Die ladders games vind ik te arcade, te... Ja, ook die wereld en zo. Ik word dan wel heel erg getrokken naar van... Ik moet heel goed zijn, anders haal ik het einde niet. Terwijl ik hier dan ook nog wel weer vrolijk word van alle dingen die er om me heen gebeuren. Ja. Je ziet wel de basics, de bewegende platformpjes... de vijanden die je moet pakken. Ook hier kun je dus ook nog naar boven en beneden. Dus het is niet alleen verticaal, maar ook
Nee, ja, links, nee, dat is een beetje. We hebben natuurlijk Olly gespeeld, of Olly World gespeeld. Ja. Van, het heeft een beetje dat die levels gewoon uit je hoofd leren en kijken wat de snelste en de beste route is om zoveel mogelijke ringen en weet ik het wat allemaal te halen en zo snel mogelijk het einde te vinden. Het was lineair. Er was maar één manier. Nou, er was niet één manier om te doen, maar het was, je ging wel van links naar rechts. Je ging wel gewoon van het begin naar het eind. Ja. Maar er zit al iets meer variatie in hoe je dat dan deed. Want net kon je bovenlangs, maar je kan hier dus ook er doorheen als het goed is. Ja, en was dit dan ook, dit type games was voor jou het genre to go? Nou, ik denk dat ik hier was. Ik weet niet, wanneer kwam dit uit? Heb je dat daar? Nou ja, eind jaren 80. Ja, precies. Dus dit was wel, zeg maar, toen ik nog niet zelf een console had. Mm-hmm. Dus dit speelde ik dan als we bij vrienden van mijn ouders thuis waren, die net iets ouder waren en die dat al wel hadden. Ja. En dat vond ik dit super cool. Dit is gewoon, je kan het nu niet geloven misschien, maar dit was gewoon alsof je een tekenfilm zat te spelen. Dat geloof ik wel degelijk. Ja. Ik bedoel, maar goed, dat is iets wat je iedere Ratchet & Clank die uitkomt, zeggen we ook weer. En nu lijkt het wel een Pixar film. En dat roept wel sinds de PlayStation 2. En dat is met dit een beetje hetzelfde. Het ziet eruit als een tekenfilm. Dat ziet het natuurlijk niet, maar zo voelde het wel. Ik weet dat ik in de Power Limited nog wel eens regelmatig geschreven heb. En anderen ook van, ik verwacht niet dat het veel realistischer gaat worden dan dit. Weet je? En dan hebben we het echt over 2000. Weet je? Dus dat is eigenlijk bizar. Dat is ook de tijd dat op een gegeven moment de Engelse pers, het is dus de Engelse pers geweest, die het op een gegeven moment zei, fuck it, het is gewoon een platformer. Laten we niet lullen. Ik bedoel, je gaat van platform naar platform, laten we het gewoon een platformer noemen. Een platform game. En eigenlijk is vanaf dat moment is platform game de platform game inderdaad. Ja. In die tijd, ook één hele belangrijke game moeten we natuurlijk over hebben. Dat is natuurlijk Super Mario Bros. Mm-hmm. Dit is, denk ik wel, de belangrijkste Godfather. De Godfather of de platform games, inderdaad. Het is niet, want straks gaan we naar de top 5 best beoordeelden. Het is niet helemaal eerlijk, want met de Dit is voor Sonic, toch? Dit zit er vlak voor, inderdaad. Ja. Maar wel allemaal eind jaren 80. En dit. Volgens mij hebben ze het ook wel later weer een beetje opgepimpt. En zo allemaal weer. En het is volgens mij op elke Nintendo console wordt het wel weer opnieuw uitgebracht. Zelfs ik heb deze gespeeld en ik vond hem fucking moeilijk op een gegeven moment. Ja. Bizar. En het was platform game. Sommigen probeerden nog steeds platform en ladder game te maken, maar uiteindelijk zijn we bij. Er zijn geen ladders meer. Nee, er zijn geen ladders meer inderdaad. Ja. Deze heb jij niet gespeeld volgens mij, of wel? Ook ik denk een beetje hetzelfde als Sonic. Dus ik heb het wel eens gespeeld bij mensen die het hadden. Maar toen was ik zo jong dat als je me nu vraagt, was dat dan World 2 of World 3? En ik had het op de Game Boy, maar dat was natuurlijk ook weer net andere versies allemaal. Ja. Dus nee, ik had dit niet thuis. Nee, maar ik ken dit natuurlijk wel. Het is legendarisch. Dit moet je dan nog een keer spelen eigenlijk. Ja, dat zou super cool zijn. Lijkt me sowieso vet om inderdaad een keer gewoon dit soort oude platformers weer op te pakken. Ja. Ja, het blijft een fantastische game. Qua uitdaging is dit immens. Goed, dat was dus de naam. Dus vanaf dit moment, zo begin jaren 90, was het een platform game. Gaan we even een beetje terug in de geschiedenis. Donkey Kong, dat was dus inderdaad één schermpje zo. Daarna wil ik naar een game toe. Pitfall. Ja. Pitfall voor de Atari 2600. Dit had 256 horizontaal verbonden schermen. Nou, dat bedoel ik. Oh, zo. Ja. Ja. Dit was fucking huge. Mensen wisten niet wat ze meemaakten. Van holy fucking shit. Het is één wereld. Ik bedoel, voor ons ziet het er compleet komisch uit natuurlijk vandaag de dag. Maar dit was legendarisch. Activision, hè? Ik zie het. Maar je ziet wel, maar je kan inderdaad van zeggen, dat ziet er niet meer uit. Maar het is wel wat knap is voor het aantal pixels dat ze hebben. Je ziet wel aan alles wat het is. Je ziet, een gat met een schorpioen eronder. Slang. Oh, een slang. Ja. Hij springt net over krokodillenbekken heen. Dat is dus anders weer dan die ladder games die we net zagen, waarin je denkt, maar kijk, waarom is hij nou bier aan het vangen en waarom lopen er nog drie mannetjes? Ja. Dit is wel. Ik snap dat de immersie hiervan toen de tijd veel groter was. Bizar ook gewoon. Ja, dit is ook, we zijn besmet met wat Activision op dit moment is. Maar zij maakten, ze waren op een gegeven moment ook werkelijk waar non-existent. Gewoon liepen helemaal niet goed, Activision. Maar zij maakten dit soort games. Ze kwamen best wel met innovatieve andere soort. Dan flikkert pijn in het gat. Dat is een ladder. Dat is weer een ladder. Dat is weer een ladder. Okay. Ja, precies. Ik kan me herinneren dat dit ook nog op de PlayStation 2 of 3 of zo, heeft dit ook nog een keer een soort van poging tot een reboot gedaan. Dat krijg je. Dus die
dat platformgenre is niet meer zo groot. Ik denk dat het vooral te maken heeft dat de fans een beetje uitgestorven zijn op een gegeven moment. Terwijl de jonge jeugd dit niet meer speelt. Maar er zijn nog steeds een hele harde kern van mensen die zeggen van Pitfall moet weer geremaked worden, weet je wel. Puur en alleen omdat de challenge was hier gewoon tof. Het was moeilijk, het was uitdagend. Als je dit kon clearen binnen een bepaalde tijd met een aantal punten. Dan was je op school was je een hele kerel. Ja, nu ben je een hele kerel als je een win pakt in Warzone of in Fortnite. Maar toen... Ik zie hier wat Uncharted in terug, hoor. Het begin staat... En volgens mij had hij die reboot... Wat ik me herinner, had hij toen ook ineens een gun en zo, weet je wel. Dan, ja, als je dit een nieuw leven geeft, waarom zou je dan niet gewoon een nieuwe game bedenken met een avonturier erin? Want hoeveel iconische dingen kan je vandaag de dag hier nog van gebruiken? Ja, in de krokodil. 17:45, maar je hebt toch geloof ik nog een leven. Ga ik toe naar een andere game. Smurf Rescuing Gargamel's Castle. Ja, dat was namelijk wel gespeeld. Ja, op de ColocoVision. Die had namelijk oneven terrein. En scrolling pants. Dus dit was alweer... Nou ja, ongelooflijk. Het ging niet meer recht, maar het ging zo. Nee, maar kijk dan even. Kijk ook. Vet. Dit heb ik, maar ik werd heel enthousiast, maar ik heb dit ook. Ik had een Smurfen game op de Game Boy, maar dat doet me wel heel erg hier aan denken. Dus ik denk dat dat een soort van poortachtig dingetje was. Oké, ja, dat weet ik niet. Maar dit was dus inderdaad, je ziet het, hier gaat hier naar boven, oneven terrein springen. En dan ga je weer naar beneden en weer die schermen aan elkaar. Dat werd op een gegeven moment de standaard. Populaire game. Dit was nog wel in het vroege tijdstip waarin games. Ja, ik weet een niet, hele blije Smurf. Zie ja, dat? Ik weet niet precies of de originele, de allereerste scene was nog heel moeilijk om games te kopen. Want zoveel winkels waren er allemaal niet. En het was vaak floppies die opgestuurd werden. Hier zijn we al wat verder, want we komen uiteindelijk dan. 1985, dat is Super Mario Bros. Die kwam uit en Super Mario Bros. Heeft uiteindelijk 40 miljoen stuk zijn ervan verkocht. Best verkochte platform game aller tijden. Tot vandaag. Aan de dag van vandaag. Want nu komen zo in die jaren 85 richting 90, dat waren eigenlijk de high times, noemen ze dat, het hoogtijdagen van de platform game. Terwijl de Ratchet & Clank's, waar we nu mee spelen, dat zien ze dan een beetje als de revival. Ja. Maar dit was gewoon, platform was de shit. Als jij geld wilde verdienen als publisher, dan moest je echt een goede platformer hebben. De characters in de platform games waren vaak ook weer jouw character voor jouw merk. Mm-hmm. Mario, weet je wel. Ik vind overigens ook, ik vind Ratchet & Clank een platformer noemen, vind ik zeer discutabel. Want ik denk dat als het namelijk geen Lombax en een robotje was, maar gewoon een space guy met een space pak aan. Maar er zitten platform elementen in. Ja, maar er zitten in Uncharted zitten ook. Ja, nee, ben ik ook helemaal met je eens. Dat bedoel je ook die... Het is een heel diffuse term geworden, platform. Vroeger was een platform echt springen en jumpen naar een platform toe. En nu sidescrolling. Want het volgende voorbeeld wat ik ga aanhalen is namelijk ook uit 1985 Metroid. Mm-hmm. Wat ook nog eens een keer ook platform was. Maar ook nog eens een keer open-ended was. En guided. Dus je kon alle kanten weer op. Nou, dat ging al wel weer. Oh, we lopen van. Dus dat was ook alweer weer een stap verder. Ja, maar dit is super next level natuurlijk. Maar ja. Dit ook weer. Dit is. Ja, ik zou dit ook eerder. Het is ook heel erg een shooter natuurlijk. Want je krijgt nu al toe van het hele vastige van links naar rechts gaan, omdat dat nou eenmaal moet, werd hier al een beetje langzamerhand losgelaten. Mm-hmm. Als je kijkt naar wat de Metroid die ze nu aan het maken zijn, vind ik alweer iets heel erg anders. Is al heel erg weer af van wat dit is. 1987 kwam Capcom met een game. Vind ik leuk altijd. Mega Man. Mega Man is de game die... Heel moeilijk. Daar zijn de meeste delen van uitgebracht. Er zijn ontzettend veel Mega Man. En Mega Man was de eerste platformer die non-linear level progression... Was dat dan zo populair? Want dit waren de voor mijn gevoel waren er elk jaar 4 Mega Mans. En nog steeds, in Japan, Azië. Dit is echt Azië. En misschien ook wel een stukje Amerika. Maar Mega Man, ik heb dat ook nooit begrepen. Ik dacht altijd dat FIFA de meeste delen waren. Maar het is echt by far is het Mega Man gewoon. De art van die games was super vet. De hoesjes. Dit speelde jij ook? Ja, zit je weer in. Nee, dit is wel echt voor mijn tijd. Ja.
Ja. Nee, en dan ga je eigenlijk de hele tijd al een beetje net voor mijn tijd. Ja, nee. Gaan we nog naar mijn tijd? Of niet? Volgende keer. Nee, dan gaan we. Dit is allemaal 2D, ja. Side-scrolling. Daar heb je Mega Man, Castlevania. Dat is ook alweer een ander type game. Het begint een beetje te verwateren, heb ik het idee. Ja. Oddworld, Heart of Darkness, die hebben ook nog steeds dat 2D. Ook een platformer. De eerste die 3D integreerde in het platformsgenre, dat is ook 1983, ook voor je tijd. Maar dat was Congo Bongo. Nee joh. Congo Bongo. Congo Bongo. Congo Bongo. Wow. Ja, maar dit is 3D. Gewoon, maar van wie? Dit is niet van Nintendo. Sega. Dit is best wel een Donkey Kong rip-off, toch? Dit is een hele harde... ja, absoluut. En het is Mario, maar dan met een clownsneus. Ja, ik weet ook niet hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen. Maar het is 3D. Ja, ik zie nu... Het is een hele rare manier van 3D. Ja, ik vind wel iets hebben eigenlijk. Top-down, isometrisch. Oh, dat ja. Zag ik niet. Oh, en dit is... Misschien kon je ook niet zoveel andere man. Het is natuurlijk ook logisch met pixels. Van, ja, dan is een, als jij een gezicht wil vormgeven, dan is een snor eigenlijk het enige wat je kan. Een snor en een baard en een petje. Ja, of geen snor. Of geen snor. Het is een snor of geen snor. Het is een aap. Maar je kan wel iets anders verzinnen dan een aap. Had er een paard op die berg gezet. Oh, wacht even. Neushoorn. Neushoorns. Ik vind de animatie hoe die doodgaat wel heel cool. Dat die soort van naar de hemel gaat. Het gaat zo naar de hemel toe, inderdaad. Ja, en een van de grootste echt 3D games. En dan gaan we al wel weer naar 1996. Dus dat is al een flink stuk later. Maar dat is natuurlijk Super Mario 64. Kijk. Op de N64. En ja, dit is al... komt mij al heel bekend... Voor? Ja, hier begon het wel een beetje voor mij. Hier ben ik me bewust van genoeg. Mm-hmm. We hadden geen Nintendo 64, maar dit was ook weer zoiets wat ik wel heel veel bij vriendjes speelde. Ja. En dit heb ik later wel gespeeld, omdat die op de DS nog een keer is uitgekomen. Klopt. Daarop heb ik hem helemaal uitgespeeld. Ja, dit is fantastisch. Het is nog steeds platform, maar het staat zo ver af van die basic ladders die je in het begin had. In die zin van, dan was het van platform naar platform springen. Terwijl je hier ook... toch nog gewoon kan lopen. Dit heeft wel het wat ik zo cool vind aan platforms, en dat kan je misschien ook nog wel in een aparte categorie ondercategoriseren, maar het verzamelen zit hier natuurlijk wel heel erg in. En de werelden ontdekken en erachter komen dat er in een wereld nog een ster te vinden is en zo steeds gewoon die hele game willen uitpluizen. Had ik eigenlijk ook moeten researchen, want... In het begin zat het er nog helemaal niet in. Was het eigenlijk actie-reactie en tonnetjes ontwijken? Ja, en verzamelen was bijzaak eigenlijk. Nou, in Mario had je natuurlijk de muntjes. Maar dat hoefde niet. En het was ook niet dat je op het einde van het level had... Oké, je hebt zoveel muntjes verzameld. Ja, wat doe je eigenlijk met die muntjes? Punten scoren. Volgens mij. Je kon er geen customization voor kopen. Nee, je kon niet een nieuwe snor kopen. Nee, inderdaad. Wat ik zeg van... Dit is een befaamde game. En inderdaad... vergeleken met Congo Bongo is dit wel echt 3D. En nu kun je eigenlijk... Want ik hou een beetje op hier met mijn research. Want nu ga je echt de era in... waar inderdaad de Crash Bandicoots... en de Ratchet & Clanks en de Jacks & Daxters in gaan komen. Dat is wel interessant, denk ik nog. Dat Nintendo, die ging dus voor die open wereld. Ja. En wat ik cool vind aan Crash Bandicoot... is omdat ze dat niet deden... is het wel voor mijn gevoel een veel betere 3D-representatie... van wat dat 2D-platformen is. Ja. Maar dit is echt een andere categorie. Mm-hmm. En Crash Bandicoot is echt wat ik... altijd al cool vond in de 2D ladder games of platformers of whatever we're gonna call it now, de athlete games, in een 3D jasje. Want het was natuurlijk heel recht toe aan, nog steeds Zeker. Van het begin naar het eind, maar dan van achter naar voren eigenlijk en een heel klein beetje naar links en rechts. Ja. Je hebt toevallig een mock daarvan bij, want dat is natuurlijk ook... Die moeten we zeker niet vergeten, want Rayman was natuurlijk ook ooit side-scrolling en is uiteindelijk ook 3D geworden. Ja. En weer terug. Ja. Ik vind dat moeilijk of ik dan die hele open wereld platform... of ik dat dan nog echt een platform vind. Omdat je hebt gelijk, een Uncharted is natuurlijk dan ook een platform game. Of een Tomb Raider. Volgens mij noemen ze het een collectathon. Okay. Dat is een marathon, maar dan met het woord collect. Ja. Want het gaat om het springen. Ja. Ja, en je moet springen om bij bepaalde punten te komen. Maar ja, dat moet je in Uncharted en Tomb Raider ook. Ja, nou ja, het is het bijna niet een action-adventure? Kijk, wat je wel... Ja, maar wat zeker een Uncharted en ook de nieuwe Tomb Raiders al tegen zich hebben... is dat je niet meer echt hoeft in te calculeren hoe ver je kan springen. Want je kan ofwel ver genoeg springen omdat de game wil dat je dat kan. Is waar. Terwijl het in de eerdere platform games moest je echt timing hebben, bepaalde aanloopsnelheid.
dat heeft die nieuwe Rayman ook, of nieuw, die is ook alweer 10 jaar oud waarschijnlijk. Ja. Maar die nieuwere Rayman games hebben natuurlijk heel erg bepaalde snelheden hebben. Dan kan je een jump wel halen, dan niet. En dat hebben die Uncharted-achtige games niet. Dus dat is wel een verschil. Nee. Maar er valt inderdaad wat voor te zeggen om zelfs die twee uit elkaar te splitsen. En dan hebben we helemaal geen platform games meer over eigenlijk. Nee, nou ja, de originele, er is inderdaad, ik ben hier een beetje met mijn research opgehouden, omdat je ziet, ze proberen het wel. Bijvoorbeeld Yooka-Laylee was op een gegeven moment, ja. Dat zou dan weer een revival worden, ja, want Rare... niet te spelen. Nee, en misschien zijn we nu ook te ver. We kunnen te veel om basically op een platform, van platform naar platform te springen. Aan de andere kant, als je kijkt naar Ori and the Wild, the Will of the Wisps of The Blind Forest, platform... absoluut een van mijn favoriete games van de laatste jaren. Je hebt dat nooit gespeeld nog, hè? Nee, maar ik moet je zeker natuurlijk doen. It Takes Two. Ik haal altijd die twee. Die heeft het natuurlijk heel erg. Ik vind de remake van zowel Spyro als de eerste Crash Bandicoots laten zien hoe goed het nog werkt. Mm-hmm. Dus ik denk dat het zeker nog wel kan. Maar geen verkoopsuccessen meer. Nou, ik denk dat Crash Bandicoot het best wel goed heeft gedaan. Ik denk Spyro ook wel. Ik zie heel veel bundels van die twee liggen. Okay. Ik heb die cijfers niet, dus misschien verzin ik dit. Ja, maar voor mijn gevoel... ik bedoel, ze hebben in ieder geval nadat ze die Crash Bandicoot trilogie opnieuw hebben uitgebracht... hebben ze bedacht, oké, we gaan ook een Crash Bandicoot 4 maken. Dus ik denk dat het goed genoeg heeft verkocht om in ieder geval dat te doen. Ja. En ze hebben ook, nadat Crash Bandicoot het goed deed, Spyro nog gemaakt. Dus... Nee, dat klopt. Feitelijk kun je zeggen dat er nog twee partijen zijn die er echt aan... Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Nintendo houdt er heel erg aan vast. Ik denk in Azië bijvoorbeeld een Sega doet ook nog wel dingen. En dan heb je natuurlijk de indie scene. Ja. Kena. Ja, vind je dat ook een platform? Ja. Met wat fighting dingen erbij, maar ik heb wat afgeplatformd. Ja, nee, ja, dat is waar. Het is een hele hybride titel geworden. Dus, ja. Maar goed, het is niet meer een blind verkoopsucces in een tijdperk dat grote partijen allemaal 20, 30 miljoen verkoop eisen en free-to-play. Want het is ook heel moeilijk om hier microtransactions in te pushen en seasonal content en al dat soort dingen. Ja, maar het is ook goedkoper om te maken, zou je zeggen. Ja, dus vandaar ook dat heel veel indies zich hier nog wel heel erg in storten. En ik denk ook dat de mensen die platform games tof vinden, vaak ook wel echt dat in gamers zijn. Omdat het de pure manier van gameplay mechaniek heeft het in zich. Draait ook veel minder om geweld dan in veel andere games. Of dat vind ik ook wel fijn. Nou ja, het is bijna geen... Ja, er zullen ongetwijfeld bloedige platform games zijn, maar over het algemeen is het allemaal vrij cute. Ik bedoel, je moet wel iemand uitschakelen, maar dan spring je op zijn hoofd. En dan verandert hij in een rookwolk. In zoiets. We eindigen even met de top 5 beste platform games volgens Metacritic. De beste, oké. Okay. Ja, dat vond ik ook wel interessant. Maar daar moet even een mits bij. Omdat, ik zag bijvoorbeeld een Super Mario 64. Oh, die zit er wel bij. Maar bijvoorbeeld de allereerste Mario, de Donkey Kong, die zat er niet bij. Maar dat komt natuurlijk dat in die tijd was er nog geen Metacritic. Dus het is niet helemaal eerlijk. Het zijn vaak wat modernere titels, maar goed. En ik vind dat ook wel, ik bedoel, ik vind Ladder Game echt een goede naam voor die games. Ik vind dat platform, vind ik dat... doet te veel eer aan. Te veel eer. Okay. Nou, niet te veel eer, sorry. Dan ga ik heel veel mensen voor het hoofd stoten. Maar ik bedoel, ik vind het niet te vergelijken met elkaar. Dan krijg je de Facebookgroep voor de Ladder Gamers. Ja, ik zie de reacties alweer binnenstromen. Dat bedoel ik. Op nummer 5. Uit 1996. Dat was Super Mario 64. Ja. Op nummer 4. Super Mario Advanced 4. Super Mario Bros. 3. Dat was een Game Boy Advance titel uit 2003. Dit was één titel. Dat was één twee titel, games die samengevoegd waren in een Game Boy Advance. In een Game Boy Advance titel, inderdaad. Hoog. Ja, nummer 3. Ook een platform game. Little Big Planet. Nou. Ja, wordt gezien. Nee, het is ook meer een jezelf je levels bouwen. Maar er zit een basis van platforming in. Ja. Ja, als Metacritic zegt dat het... Ja, dan zou het wel kloppen. Dan ben ik dan om er tegenin te gaan. Nee, maar ik vond het heeft mij nooit echt... Ik vond het stijl niet heel cool. En ik vond het springen net iets te zweverig of zo. Nee, maakt niet uit. Dan iets waar je zeker meer van weet. 2010, Super Mario Galaxy 2. Ja. Die heeft geloof ik een 9.6 gemiddeld. Die is ook wel en de nummer 1 is Super Mario Galaxy van 2007 op de Wii. Allebei uitgekomen op de Wii ook daadwerkelijk. Ja. Dit is dus de nummer 1. Heb jij deze gespeeld? Ja, en ik heb nog tot de dag van vandaag spijt. Ik heb mijn Wii op een gegeven moment weggegeven. Oké, okay. aan je tante. Nee, want die wilde Wii Fit. Aan je maat. Oké. Okay. Ja, nee. Alleen al om deze game heb ik daar echt heel veel spijt van. Want dit was... Hij wil hem niet meer teruggeven aan je? Ja, vast wel, maar...
ja, ik bedenk me nu hoe vet het was. En soms dat is zo'n dag dat je ineens denkt, hoe cool zou het zijn om nu nog een keer Mario Galaxy te spelen. Het ziet er ook nog steeds mooi uit. Ja. Laatst is het ook op de Switch uitgekomen, toch? In zo'n combo pak met... Vast wel. Ja. Ik vond vooral de eerste, vooral omdat die zo vernieuwend was. De tweede deed op zich beter, maar wel veel van hetzelfde. Deze game had zoveel gameplay in zich. En dat idee van dat je al die planeetjes had en dat de zwaartekracht en die dan weer wel en die niet. Het was heel... Het is ook maar één partij die dit kan verzinnen. Het is wel knap. Ik bedoel, ondanks dat ik er nerveus van word en het niet snel zal spelen, is het wel ongelooflijk creatief, fantasievol. Het is zo makkelijk om... Zal de LSD mee gepaard gaan? Of zullen zij gewoon echt zo creatief zijn? Ik denk dat het echt aparte mensen zijn. Ik wil er geen negatief woord aan hangen, maar het zijn aparte mensen die... Bijzonder. Die denk ik ook heel erg kind zijn gebleven. Misschien... Kan dat daar beter dan hier in het Westen, waarbij je altijd maar volwassen moet zijn, maar een soort van kinderlijke fantasie? Het is een fantasie. Beetje alsof je inderdaad een hele grote speelgoeddoos hebt en denkt, fuck it, ik heb een grote bloem en ik heb een poppetje. Ik ga dat poppetje aan die bloem hangen en dan gaat hij naar een planeet en dan is er een dinosaurus. En dan, weet je, het is een soort hele grote speeltuin. Een totale vrijheid heerst daar om gewoon te verzinnen wat je wil verzinnen. Want ja, als je hier gaat zeggen van iets met een bloem of Mario, met een stofzuiger, weet je, en dan ga ik stofzuigen. Maar sowieso al de gedachte van, oké, we doen Mario, een loodgieter met een snor, maar nu in de ruimte. Heeft hij dan een ruimtepak? Nee. Hij gaat niet nodig. Gewoon door de ruimte. Okay. Ja. Nee, het is bizar. Maar dit is dus de best beoordeelde platformgame aller tijden. Welke game zou jij op 1 zetten als jij het voor het zeggen had? Ik vind dit eigenlijk helemaal niet zo gekke. Okay. Maar voor mijzelf is de eerste Crash Bandicoot trilogie heilig. Dat komt omdat dat precies de sweet spot is voor mijn, van mijn eerste PlayStation. Veel mensen hebben dan het meeste liefde voor 3. Want dan kon je motorrijden en op een tijgertje rijden. Maar voor mij is het de tweede. Oké, nou goed. Weet we dat ook. Dat is een lekker lang werkstukje geworden. Samen met Joey over de geschiedenis van platformgames. Laat even weten, wat is het vandaag de dag? Is dat nou nog een platformgame? Bestaan nog echte platformgames? Of zijn het alleen nog de indie games? Ben je een purist? Moet het met ladders zijn? Et cetera, et cetera. Laten we lekker los discussiëren in de comments.